Dus daar zit je in de loopgraven en daar aan de horizon wordt geschoten. Kees heeft in de buurt van zijn boerderij een grote lading hout liggen. Het is niet bestemd voor een traditioneel paasvuur, maar voor het drogen van zijn maïsoogst in het najaar. De afgelopen maanden ook alvast wat hout gekocht, brandhout, voor het drogen van de herfst, voor de maïs. Komt allemaal zeg maar, van de lokale staatsbosbeheer. 3000 kuub vasthout. En ik denk dat ze een beetje efficiënt drogen, met aanpassing aan de droger. Dan zit misschien wel genoeg voor 2 jaar, misschien zelfs wel voor 3 jaar. Hangt ook van de vochtpercentage van de maïs af natuurlijk. Maar het is eigenlijk natuurlijk zonde dat je zoveel hout daarvoor gebruikt. Maar drogen op hout of op houtsnippers is wel veel goedkoper dan met gas. En met die stomme Russen weet je natuurlijk nooit of je het gas wel krijgt of niet. Dus daar kunnen we niet op gokken. Dus voor komend seizoen, droogseizoen, hebben we het nog wel nodig. Maar ik wil dit jaar ook proberen om met die spindels, de kolven van de maïs, wat er binnenin zit, om die te verzamelen en om daarmee te drogen. Dus dat wordt komend droogseizoen een test. En als dat lukt, dan hebben we dit niet meer nodig. Kees pakt de auto om te kijken hoe het op dit moment gaat met de overslag en transport van graan via het spoor. En via die graanelevator daarachter, is dit jaar, afgelopen jaar ongeveer 1 miljoen ton vanuit Oekraïne richting Europa gebracht. De graandeal die vorig jaar in de zomer ingevoerd is, is eigenlijk hartstikke goed voor ons geweest. We zitten relatief dicht bij de havens, dus we kunnen met vrachtauto's alles er naartoe brengen. En op die manier is het eigenlijk ons gelukt om alles af te voeren via Odessa, via de Zwarte Zee. Maar er zijn ook veel boeren die zijn verder weg van de haven. Dan heeft het met een vrachtauto geen zin en dan moet het met de trein. Ja, en dan wordt het al veel lastiger. Je hebt 80.000 ton hier in deze silo's bij elkaar. 8 keer 10.000 ton, ene kant Europese spoor, andere kant Oekraïns spoor. Zo, hier komt een vrachtauto aan met graan. Die werd met zo'n mobiele stortbak in de wagon geladen naar Europa. Een oude Belarus. We gaan nu vooruit. En die trekker trekt ons vooruit. In plaats van met een wagon of met een locomotief, doen ze het met een trekker. En hier zit je met de kabel. Hier vast aan de wagon. En als nodig is, trekt hij die wagons vooruit. En dan gaan we een klein stukje vooruit. Want het is makkelijker om de wagons te verplaatsen dan die stortbak. Er is nu weer een nieuwe graandeel afgesloten. Als die termijn afgelopen is, gaat die graandeel denk ik ook wel weer verder. Dus daar maak ik mij niet zo heel veel zorgen over. Ik denk dat die Russen dat elke keer gewoon weer proberen te gebruiken om de boel te manipuleren. Of om het Westen onder druk te zetten of om Oekraïne onder druk te zetten. Ik denk niet dat ze dat gaat lukken. En ik denk niet dat ze heel veel keuze hebben. Dat er op een of andere manier toch een druk op die Russen ligt ook. Om die graan die op door te laten gaan. Maar goed, die Russen zijn altijd gebaat bij onzekerheid en bij vaagheid en bij manipulatie. Dus dat zullen ze blijven doen. Maar ik denk niet dat dat invloed heeft op een volgende graandeel. Daar staan alle wagons te wachten voor de grens.
We are sincerely grateful to the people and communities from the Netherland for support to our Ukrainian people in our difficult time. In de afgelopen winterperiode hebben Kees Huizinga en zijn collega's van de stichting De Leeuw Kiev dankzij een groot aantal donaties en schenkingen rond de 1200 generatoren vanuit Nederland naar Oekraïne kunnen vervoeren. Daarbij zaten zo'n 300 zware generatoren die dankbaar zijn ingezet voor de energievoorziening van fabrieken en ziekenhuizen in Oekraïne. Kees krijgt dan ook regelmatig foto's en video's van burgers, militairen en ziekenhuispersoneel die hem en De Leeuw Kiev danken voor de steun. And we would like to express our gratitude to Station Leeuw de Kiev, especially to the owner. Case, Aro, Guido and their family for help to our hospital. Now our doctors in our hospital can continue to save the life to patient's life. We appreciate everything you do for us. Thank you. Thank you very much personally, the Leeuw Kiev, all the volunteers, all the social activists, all the Ukrainians and the Holland citizens. For this gift, we will survive and this generator will help us. Thank you very much. Ik sta hier nu in een bosrand. En in Oekraïne zijn eigenlijk alle percelen gescheiden door dit soort bosranden. En ook in Oost-Oekraïne en Zuid-Oekraïne, waar dus nu veel gevochten wordt. Dus daar zit je in een loopgraaf en daar aan de horizon wordt geschoten. Een achterbuurman van mij, Kishinzi, die zit daar ook in zo'n bosrand, in een loopgraaf. En daar wordt daar op de achtergrond, stuurde mij laatst een filmpje, gebombardeerd en geschoten. En dan mag je wel hopen dat die Russen niet dichterbij komen. Maar als ze dichterbij komen, dan zijn die jongens klaar.